Dat Normen en Warden in Nederland niet meer sporen, werd deze week ook weer bewezen door de stichting Pijp. Overkoepelend orgaan van alle pijprolclubs in Nederland. Stichting Pijp, die het wezen van de pijprolker nog steeds niet doorheeft. Dat de pijprolker namelijk filosofisch is ingesteld, begaan met de zwakkeren en geen last heeft van vooroordelen. Waarom is het nog nooit in de koppen van het bestuur van de stichting Pijp opgekomen om nou eens een integer anonieme pijprolker tot pijprolker van het jaar te benoemen? Nee, de duivel scheidt als gewoonlijk weer op de grote hoop. Want na Prins Bernhard, André van der Lauw, Jos van Kemenade en Ralf Inbar werd het CDA-kamerlid Wim Materman benoemd tot pijprokker van het jaar 1992. Hetzelfde jaar waarin Wim Materman de Chinezen een stelletje bejaarde spleetogen noemde. Ja? We hebben allemaal gedaan op lagere school. Verder ook geen punt. We noemden roodharige vuurtorens. En we noemden brildragers vierogen. Maar dat iemand die op middelbare leeftijd nog steeds blijk geeft van deze stereotype vooroordelen benoemd wordt tot pijprokker van het jaar 1992, is tekend voor het niet meer bestaan van normen en waarden bij de stichting Pijp. En we hadden er nog zo een op lagere school. We zeiden over een pijprokker, dat zijn twee rotskoppen aan één steel. En deze kwalificatie wou ik heel graag plakken op de pijprokker van het jaar 1992. Ja?